De publieke verontwaardiging over de uitspraak in de zaak Sandadia is nog niet gaan liggen. Nogal wat mensen vinden de straf voor de veroordeelde reuzengommers te laag. Ook Acid, een van de meest gevolgde Vlaamse influencers, die video's plaatst op YouTube. Ik ga 5 mensen uit Reuzegom kiezen. Een beetje info over hen, ga je verhaaltjes vertellen over hen. Vertel hoe dark ze zijn, wat ze nu doen, waar ze nu zijn. En hoe het gaat in hun leven, man. Maar 400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hen cancelen. Deze reuzengommers, zij kunnen er op de een of andere manier van afkomen. Zonder gepubliceerd te worden door de media. Niemand post en gezegd. VRT had iets gezegd in de trend van het hoeft niet meer. Het is niet meer relevant. Onze journalisten vinden het niet nodig. Jullie zijn pussies. Jullie zijn echt gewoon bang van hun ouders. En dat ben ik niet. Dus let's go. Het is niet de eerste keer dat de namen en foto's van de reuzengommers circuleren op het internet. Maar Acid noemt ook reuzengommers die niet werden vervolgd voor de dood van Sandadia. En hij heeft meer dan 500.000 volgers. De advocaten van de reuzengommers reageren misnoegd. Wij vinden van een proces dat we niet kennen, dat we enkel kennen vanuit de media, dat we niet geproefd en gevoeld hebben, dat daar een onrechtvaardigheid is gebeurd en we gaan nog een stap verder. We schreven dat uit, heb ik geen probleem mee, maar we gaan er zelf voor zorgen dat we eigenlijk zelf rechter spelen en we gaan op die manier eigenlijk die namen bekendmaken en we gaan ervoor zorgen dat die mensen eigenlijk achtervolgd worden voor de rest van hun dagen. En dat dan is strafbaar ook, zegt u? God, dat is één, strafbaar, maar dan moet het Openbaar Ministerie doen. We zullen zelf wel zien of we iets moeten ondernemen. Maar twee, dat is opnieuw de vraag. Is dat de maatschappij waar dat de burger in wilt leven, namelijk? De video van Acid werd in geen tijd honderdduizenden keren bekeken. YouTube verwijderde het filmpje omdat het hun beleid schendt rond intimidatie. En Acid kan ook een tijdje geen nieuwe video's meer plaatsen. Maar intussen circuleert het reuzegom filmpje wel weer via andere kanalen.